Beste vierde klassers, hier komt dan de weektaak, de laatste van dit jaar, van dit schooljaar, van 8 juni tot en met 17 juni. Anderhalve week is het eigenlijk. Ik ga jullie straks alles vertellen over de afronding van literatuur en de toets, hoe we daar naartoe gaan. Maar ik wil je nog een tip geven. Het is allemaal een beetje raar deze zomer. Kunnen we op vakantie? We weten het nog niet zo goed. Je kunt ook een boekenreis in Nederland. Hier zie je bijvoorbeeld de prachtige nieuwe Bieb van Utrecht aan het Neude in het oude postkantoor. En net open, net voor de coronacrisis, ging die open. Nou, als je in Utrecht bent, kijk even naar deze prachtige Bieb. Nou, wat gaan we deze anderhalve werkweek, wat moet er nog gebeuren? Het is allemaal niet nieuw, want het stond natuurlijk ook in de vorige PowerPoints. Allereerst, boek 5 lezen. Nou, dat heb je zo onderhand natuurlijk wel eens uit. En opdracht G maken. Dit moet ingeleverd worden in de ELO. Zal ik straks meer over vertellen. Daarnaast de literatuurlijst klas 4 maken en ook inleveren in de ELO. Vertel ik straks ook meer over. Natuurlijk je toets literatuuranalyse korte verhalen voorbereiden. Voor de les met je docent was ook huiswerk van de vorige week. De verhalen klapstoel en een bord met spaghetti lezen. En lees dus alle verhalen in de reader, want eentje is het verhaal van de toets. Perfecte voorbereiding voor de toets is de D-toets maken, hula, of hula, staat op de ELO. Kijk kritisch na, ook het antwoordmodel staat erop. Zoiets zou je, dat soort vragen zou je kunnen verwachten. En echt heel belangrijk, zit goed in je theorie voor de toets. Dus het document verhaal en romananalyse voor de bovenbouw, dat moet je echt van binnen en van buiten kennen. Je moet de theorie kunnen toepassen. Daar oefenen we natuurlijk ook nog mee in de les met je docent. Nou, dan gaan we eerst naar opdracht G en boek 5. Het doel van deze opdracht, en dat is meteen een hele mooie link ook naar de toets, is dat je alle analysebegrippen toepast en tot een interpretatie komt van je boek. We doen dat niet schrijvenderwijs, we doen het op een andere manier. We gaan een mindmap maken, een literaire mindmap. Nou, hier zie je er eentje van de Engelenmaker. Ik ga uitleggen, en deze uitleg staat natuurlijk ook op papier en dat document hangt natuurlijk ook in de ELO onder alle documenten voor literatuur. Nou, wat moet er nu op die mindmap? En die mindmap moet in je dummy. Nou, de mindmap is een grafische voorstelling van een gelezen boek. Dus niet met allerlei lappen tekst, maar je houdt het kort en je tekent. In het midden van de literaire mindmap zet je de titel van het boek en daar zet je een tekening omheen of doorheen. Nou, moet je maar zelf helemaal creatief bedenken, die het boek typeert. Vanuit dat midden ontspringen 10 takken. En elk van die takken geef je een andere kleur. Dat mag je zelf een beetje bepalen. En die takken vul je met steekwoorden en tekeningetjes. En die takken kunnen zelf ook weer vertakken. Ik zal zo zeggen waar elke tak voor staat. Het formaat van die mindmap is A3. Dus pak 2 pagina's in je dummy. Of maak een uitklap geval. Want je hebt echt genoeg, je moet genoeg ruimte hebben voor alle vertakkingen en tekeningen. Nou, de 10 takken. Links begin je tegen de klok in met de schrijver. En beoordelingswoorden van wat jij vindt van dat boek. Gewoon kort en krachtig. Dan het plot, het verhaal. En dat kan echt in 1 of hooguit 2 zinnetjes. Dus de hoofdpersoon wordt teruggeflitst met een tijdmachine naar een kinderkruistocht. En daar ontdekt en daar helpt hij de organisatie bij de kruistocht. Zeg maar wat. Rechts met de klok mee maak je een tak voor personages en daar ja, vertel je of teken je de hoofdpersoon, de tegenstanders, de helpers. Zijn ze karakters? Zijn ze round of zijn ze flat? Wat is hun doel? Mag je er ook nog bij zetten? Dan ga je naar de tijd. Daar vertel je iets over hoe het met de tijd zit. Insteekwoorden, dus niet grote lappen tekst. Structuur en samenhang, begin en eind, motieven. Als je het in tekeningen kunt vangen, helemaal mooi. Plaats, ruimte en weer. Hoe zit dat in je boek? Dat is ook een tak. Een tak gaat over het perspectief. Wat is het perspectief? Misschien kun je er ook een mooie tekening voorbij verzinnen. En dan het thema. Waar gaat het boek over? En dan de stijl. Hoe is het opgeschreven? En wat voor soort zinnen? Misschien kun je daar een voorbeeldzinnetje bij geven. Nou, wees creatief. Als je dat gedaan hebt, dan zorg je ervoor dat hij in de ELO komt. Maar daar vertel ik zo iets meer over, want hier zie je ja, een prachtige boekwinkel. Dit is de boekwinkel Dominicanen in Maastricht.
volgens sommigen de mooiste van heel de wereld. In een 13e eeuwse kerkgebouw. En er zitten ook nog mooie fresco's in. Echt een gigantische, mooie boekwinkel. Als je in Maastricht bent, echt, ga er even langs. Nou, wat doe je dan met die mindmap? Daar maak je een foto van. En die lever je in de ELO. Deadline 12 juni, 10 uur. Oké. Dan je literatuurdossier, de dummy, klas 4. Die is heel belangrijk voor klas 5 en 6, die dummy. Daar heb je in de loop van dit jaar allerlei opdrachten in gemaakt. En die mindmap staat er nu ook in. Je bent zelf verantwoordelijk voor die dummy. Dus ga er niet mee op vakantie of weet ik veel. Leg hem netjes neer ergens. En aan het begin van klas 5 moet je hem weer laten zien. In klas 6 neem je namelijk die dummy mee naar het mondeling. En dan hebben we een overzicht van al je werken voor literatuur van 4 tot en met 6. Wellicht, als je het leuk vindt, kun je ook nog 1 tot en met 3 erbij. Als je daar een mapje van gemaakt hebt, dat je dat ook nog meeneemt. Dat is helemaal leuk, maar dat is niet verplicht. Nou, dat literatuurdossier, die dummy, dat is een handelingsdeel. En aan het eind van klas 4 en klas 5 moet het met een V of een G beoordeeld zijn. Dat is een voorwaarde voor je overgang. Tip, zorg voor een backup van de opdrachten op je computer. Of dat je foto's maakt. Stel, je raakt hem toch kwijt, ik snap nooit hoe. Maar nou ja, dan kun je daar nieuwe opdrachten weer vandaan halen. Alle documenten staan op de ELO. En alle informatie over die dummy staat in literatuur in de bovenbouw. In het document. Nou, dat literatuurdossier, die dummy. Eerst nog even hoe het zit met de boeken die je moet lezen in 4, 5, 6. Het minimum aantal boeken is 15. En daarvan moeten we 3 boeken van voor 1880 lezen. Nou, dat hebben we als volgt opgebouwd. In klas 3 heb je werken uit de middeleeuwen gelezen. Die tellen ook al mee als één titel. In klas 4 hebben we werken uit de renaissance, uit het riedertje gelezen. Die tellen ook als titel. In klas 5 werken uit de 18e en 19e eeuw. En in klas 6 doen we een werk uit de periode 1900 tot 1980. Nou, die 4 titels, die historische werken, worden nog als volgt aangevuld. In klas 4 lees je 4 moderne boeken. In klas 5 een roman klassicaal en een moderne kern. 2 boeken met hetzelfde thema of van dezelfde schrijver. En nog een losse roman. In klas 6 lees je 2 boeken, de kern en een poëziebundel. In totaal mag je 3 vertalingen lezen over die 15 boeken. De oorspronkelijke taal mag geen taal zijn waar je les in hebt. Overleg bij een vertaling altijd met je docent. Wat ik nu gezien heb bij een aantal leerlingen uit mijn klasse, is dat ze toch een vertaling uit het Engels opgaven in de ELO, boek 5. Nou, dan moet je, hebben een ander boek moeten gaan lezen. Dus let daarop. Per auteur mag je niet meer dan 2 titels lezen, tenzij je meer dan 15 werken op je lijst zet. Dat mag altijd. Die literatuurlijst. Tijdens het gedurende het hele jaar in klas 4 en 5 en 6 ook houd je een primaire en een secundaire literatuurlijst goed bij. Dus niet dat je nog aan mij gaat vragen, weet jij nog welk boek ik heb gelezen? Dat moet je zelf bijhouden. Primaire literatuur, dat zijn de boeken die je hebt gelezen. En daar zet je dus alle titelbeschrijvingen van de boeken op. En uiteindelijk in klas 6 maak je uiteindelijke literatuurlijst helemaal volgens APA. Op één dingetje na, zal ik zo vertellen. En dat doe je op alfabetische volgorde van auteur. Nou, hier zie je hoe wij de titelbeschrijving graag willen. Wij hebben een klein stukje aangepast, dat je tussen vierkante haakjes nog het jaartal van de eerste druk zet. Dat wijkt iets af van de APA-notatie, maar we willen dat je inziet wanneer een boek geschreven is. Oké, nou, wat moet er allemaal op die primaire literatuurlijst klas 4? Boek 1, boek 2, dan de primaire teksten uit de periode 1000 tot en met 1500. Dat mag je gewoon zo overschrijven. De primaire teksten uit de periode 1500 tot 1700, samengesteld door de sectie Nederlands van College Haagveld. Nou, dan mag je gewoon zo overschrijven. Dan boek 4 en dan boek 5. En dan allemaal volgens de titelbeschrijving zoals die net in de vorige dia beschreef. Vervolgens maak je ook een secundaire literatuurlijst. Daar staan alle artikelen, uittreksels, interviews, nou, noem maar op, die je hebt gebruikt bij de boeken die je hebt gelezen. Ook deze rangschik je uiteindelijk alfabetisch in klas 6 op volgorde van auteur. Nou, dit jaar door de coronatoestand hebben we 1 opdracht iets wat aangepast. Dus het kan zijn dat je geen recensies
hebt gebruikt, maar je hebt wel de filmpjes gebruikt voor boek 4. De filmpjes van YouTube, vlogboek filmpjes. Nou, die zouden dan op je secundaire literatuurlijst moeten. Nou, je levert die literatuurlijst, dus eigenlijk is dat helemaal niet zoveel werk. Dat is, als het goed is, heb je dat al deels opgetypt, bijgehouden. Als je het niet hebt bijgehouden, ja, dan is het even zoeken. Lever je ook in. Dus alleen maar klas 4, wat ik net zei, wat je gelezen hebt. En je plakt een papieren versie in je dummy literatuurdossier en dat bewaar je goed voor volgend jaar. We gaan namelijk als volgt beoordelen dit handelingsdeel. We kijken naar deze literatuurlijst, we kijken naar opdracht G, dus die literaire mindmap, die foto. En we kijken of je alle opdrachten in de loop van het jaar gedaan hebt, dat hebben wij bijgehouden. Missen daar dingen, dan hoor je daar nog van, is het allemaal oké, dan krijg je een voldoende en kun je door naar 5. En dan nog een tip, twee tips eigenlijk, eentje voor onze boekenreis. Hier zie je het interieur van een bibliotheek en dit is de mooiste bibliotheek van de wereld, uitgeroepen in 2018. En je raadt nooit waar die staat, in Den Helder. Hij heet School 7. Geroemd om het huiskamergevoel. Was een spannende wedstrijd. Weet je wat de Oscars zijn voor de films? Is deze wedstrijd, deze bokaal, voor de bibliotheken wereldwijd. In de laatste eindstrijd ging het nog tussen een bieb in Singapore en eentje ergens in Brazilië. Maar Den Helder won. Ben je in Den Helder op weg naar Texel of zo? Kijk even naar deze bieb, loop even binnen. Nog een tip, maar die heb ik al een aantal keer gegeven. Maar toch nog een keer, lees iedere dag een verhaal uit de reeks korte verhalen. Een aantal heb je natuurlijk al gelezen voor de lessen met je docent. Een van de verhalen is het verhaal van de toets. Dus lees. En nog een tip, lees voor. Want dan beleef je zo'n verhaal toch heel anders. Dus lees de verhalen voor aan vader, moeder, oma, broertjes, zusjes, wie maar wil. Nou, het huiswerk op een rijtje. Boek 5 lezen en opdracht G maken, inleven in de ELO. Literatuurlijst klas 4 maken, inleven in de ELO. Je toets natuurlijk voorbereiden. Voor de les met je docent lees de verhalen klapstoel en een bord met spaghetti. En lees natuurlijk alle verhalen in de reader. Net al gezegd, perfecte voorbereiding voor de toets is maak ID-toets. Hoela. Staat op de ELO natuurlijk. En heel belangrijk, zit lekker in je theorie. En theorie staat allemaal in verhaal en romananalyse voor de bovenbouw. En dan eindig ik hier met nog een hele mooie boekwinkel in Zwolle, in de Hansestad Zwolle. Dit is boekwinkel Waanders in de Broerenkerk. Ook een hele mooie boekwinkel. Ben je in Zwolle? Echt, ga even kijken en koop een boek. Heel veel succes deze periode.